Erika Sifa, vroeger een hele goede schaakster. Ik weet niet, misschien nog steeds, dat weet ik niet. Maar vroeger een hele goede schaakster. Ze staat onder andere in het blad Matte. Ja. Het gaat alleen maar over vrouwen. Ja. Een van de soort hartgras van voetballen, maar dit is als Matte van schaak. En natuurlijk heel veel andere mooie boeken. Maar wat is je laatste boek, Erika? En het allermooiste natuurlijk. Kijk eens net verschenen, een boek van Hans. Kijk eens, met Johan van Afek. Ja. Het gaat over de pion, bij Prinses de Pion, de ziel van het schaakspel. Het is een hele nieuwe opzet. Kijk, het aardige van dit boek is ook, er zit een zwarte bladzij in, een losse. En als je dan een keer iets wil leren, er staan allemaal thema's in over de pion. 240 verschillende diagrammen in oplopen. En als je dan niet de oplossing wil zien, dan leg je zo stiekem even het zwarte bladzijtje aan deze kant. Multi-inzetbaar, zwarte bladzijtje. Slim idee, hè? Loopt het een beetje? Loopt hartstikke goed. Ja? Vooral met de handtekeningen. Met de handtekeningen? Ja. Okay. Goed. Mag ik je dan één exemplaartje aanbieden? Nou, dat vind ik erg leuk, Hans. Fijn, dankjewel. Maak er wat moois van, hè? Bedankt, ja. Ja. Heel goed, dankjewel.